Radio en televisietip. En de RTV-tip van deze week is voor het goede doel met de nooduitgang. En naast mij staan Henk en Henk van het goede doel. Hallo, ik zag jullie afgelopen vrijdag nog in een modeprogramma. Hadden jullie die kleren zelf uitgezocht? Gelukkig niet. Nee, ook wij maken wel eens fouten in ons leven. Dus een van de meest onbetamelijke en schandelijke programma's waar we ooit in gestaan hebben. Maar ja, het is niet anders. Je had iets zwarts aan, vond je wel heel erg goed staan, Henk. Ja, je denkt niet dat ik dit nou weer voor niks aan heb of zo. Ja, je leert er wel van. Dan moeten jullie me één ding uitleggen. Hè? Die nieuwe single van jullie, LP, gaat helemaal te gek. Maar daar zingen jullie steeds in. Je hebt het over de nooduitgang. En bij jou staat de deur staat altijd open. Waarom doe je dat nou? Geen idee. En ik wist ook niet dat ik dat deed, maar ik zal er eens beter op letten. Moet je op letten, want volgens mij is dat een beetje... Een modeverschijnsel wat ooit begonnen is met Frank Boeien. Jij geeft nog steeds spraaklessen, begrijp ik. Nou, ik dacht niet dat ik het zelf beter doe, maar het valt mij elke keer weer op, de nooduitgang. Nou, luister maar. Jullie staan bekend om hele lange singles, hè, brengen jullie altijd. Geloof België, het langste was 6 minuten... 23, Henk? 20, alles geprobeerd, 6 minuten, 26.3. Waarom is dat? Nou ja, wij nemen er graag de tijd voor. Nee, er is eigenlijk geen reden. Zo nu dan valt een liedje wat korter uit dan de andere keer. Net als mensen, weet je wel. De ene keer zijn ze wat groter, de andere keer wat kleiner. En er zit eigenlijk geen bedoeling achter. Zo komt het toevallig allemaal. Ja, maar ze komen toch allemaal goed door. Het gaat heel erg goed met jullie, hè? Jullie gaan een tournee maken binnenkort door Nederland van 5 weken. Ja, en we beginnen aanstaande weekend. En jij hebt het lijstje, dus jij weet precies wat we gaan doen het komende weekend. Nou, weet je wat? Jullie lopen vast naar het podium. Ik wou je nog één ding zeggen. Daar is de nooduitgang. Nooduitgang als je nodig. Loop gauw naar het podium, dan zeg ik nog even waar jullie spelen. Hey, bedankt, succes. Het goede doel treedt dus op 5 weken vanaf aanstaande vrijdag in Nederland. Aanstaande vrijdag in Lunenburg in Loosbroek. Zaterdag zaal Ploeg in Borculo. En zondag 17 mei in de Bibop in Amsterdam. En hier is het goede doel met de nooduitgang. Ik wist wel wie de dader was, maar kreeg geen vrienden aan. Ik ga graag op bezoek, maar ik blijf nooit al te lang. Waar is hier de nooduitgang? Ik ontmoette op een avond een vriendin van een vriendin. Ik heb maar geen moment verveld, heb niets tegen mijn zin. Ik zeg geen nee, ik laat altijd alles open.
Wauw. Nou, je begrijpt dat het goede doel een nieuwe saxofonist nodig heeft. En wat mij betreft, ze zijn nog wel meer aan verversing toe als je dat zootje...